Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. En vandaag weer eens een shopblog. Dat is volgens mij ook alweer heel lang geleden. En zeker als het gaat om kinderkleding. Maar ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ja, het werd weer lekkerder weer. Dus ik dacht, ik trek weer wat luchtigere kleren aan. En ik trok bijvoorbeeld bij Elin een shirtje aan. En de lange mouw van eerst kwam tot hier. En nou ja, bij Niels zat er ook zo'n stuk. Maar hij vond dat het bij hem kwam tot hier. Hij zei, dat vind ik wel lekker luchtig. Nou, oké, maar goed, het kwam ook bij zijn buik zo hoog. Nou, ik ga toch eventjes een klein beetje shoppen. Met name voor Elin. Voor Niels ja, was er niet heel veel meer in zijn maat. En hij zit ook een beetje lastig nu, moet ik zeggen. Want hij is 118, 119 centimeter. En dan zit je dus tussen de maat 110, 116 en de 122, wat is het, 122, 100, 128 in. Ik snap dat niet helemaal, maar het kan aan mij liggen. Elin is 98 centimeter. Zeg ik dat goed? 97. Nou, Elin is in ieder geval ja, 97 volgens mij. Maar die is heel dun. Dus bij haar heb ik ook altijd wat uitdagingen. Maar ik heb wat leuke dingetjes gekocht. Dus ik dacht, ik ga ze met jullie delen. En ik ben bij de H&M wezen shoppen. Digitaal uiteraard. Als eerste voor Niels dit setje van twee shirts. Ik moet zeggen, deze paste hij ook in de maat 110, 116. Maar ik zag het, ik dacht het kan, maar ik denk één keer wassen is het misschien al niet meer, laat staan vier keer wassen zeg maar. En ik was altijd op 30 of 40 graden, dus ik was niet heel warm. Maar ja, ik dacht volgens mij moeten we gewoon dit gaan doen, zeker omdat dit zomershirts zijn. Dus de komende maanden kan ik die nog gebruiken. Dit is een setje van twee shirts, ik vond ze wel heel stoer. Deze is echt een beetje zo ja, destroyed grijs zeg maar, licht grijs, maar dan ook echt een beetje zo vlekkerig. En dan gewoon een antraciet grijs, allebei met een borstzakje. Ja, en hij heeft dus hier gewoon 122, 128 van, dus dat is 6 tot 8 jaar. Hij is 5 jaar, maar goed, hij is wel relatief groot voor zijn leeftijd. Maar ja, ik snap niet waarom je 4 tot 6 hebt en dan 6 tot 8. Waarom heb je niet 5 tot 7? Maar goed, er zal vast een theorie achter zitten, maar deze twee shirts dus, heel leuk. En dan heb ik daarnaast nog een vest voor hem, want hij heeft hetzelfde vest eigenlijk, maar dan een maat kleiner. En die is echt te klein geworden. En ja, dit draagt hij eigenlijk als hij gaat sporten. Dan draagt hij het over een t-shirt heen en heeft het altijd warm. Dus dan moet hij van mij in ieder geval, als hij er naartoe gaat, dit nog aan. En dan mag hij daaruit en als hij het warm heeft. Maar dit is gewoon een grijs capuchon trui vest ding. Je snapt hem. En dit is dus ook weer 122, 128. Hier heeft hij dus wel 110, 116 van, maar niet echt te klein geworden. Deze is lekker ruim, maar dat is natuurlijk heerlijk bij dit soort vesten. Dan heb ik voor Niels nog een broek. Deze. Ik moet zeggen, eerder zaten H&M broeken nooit heel erg goed bij hem. Meestal Zara. Maar ik dacht, ik doe weer eens een poging. Ik heb hem dus wel zeg maar hier op zijn strakst gezet. Ik weet niet waarom die hier er dan weer af is gegaan. Maar goed, in ieder geval moet hij dus bij die banden op zijn straks om het te laten passen. En dan heeft hij hier wel maat... Wat is dit? 116 van. Want dat is natuurlijk weer anders dan 110, 116. Dus 116 op zich is prima. Dit is gewoon een grijze skinny jeans. Ik vind skinny's bij hem het mooiste staan. De super skinny's, dat kan niet, want dan passen zijn voeten niet doorheen. Maar deze vind ik heel fijn. Ik weet niet of ze nog een speciale naam hebben. Geen idee. Maar dit vind ik gewoon hele fijne broeken. Omdat het gewoon simpel te combineren is. En zeg maar, we hebben wel eens geprobeerd een wijder modelletje, maar dat staat hem niet echt of zo. Ik weet het niet. Dus ja, we vinden eigenlijk skinny het mooist bij hem staan. Met zijn mooie lange dunne beentjes. Dus deze. Dan door naar Elin. En ja, die heeft eigenlijk natuurlijk... die groeit nog harder zeg maar in verhouding dan Niels. Dus ja, die groeit constant uit dingen. Ik heb een leuke trui gekocht. Toevallig heb ik hier de vrouwenvariant van aan, maar dan in het wit. Maar voor haar deze gele. Om een of andere reden is die van haar echt wel veel lekkerder spul. Mijn is best wel dun. Ja, ik weet niet of je het kan zien, maar het is best wel een dun stofje. Wat ik voor nu heel lekker vind, want het is warm. Dus lekker luchtig. Maar die van haar is echt super lekker warm. En ik dacht dus dat het een beetje dit zou zijn. Het is een beetje luchtig. Maar ik wil deze gewoon aan doen zelf. Maar goed, dat past niet. En voor haar heb ik hiervan de maat 9804. Maar weet je, bij dit soort trui vind ik het altijd wel leuk als het oversized is. Maar ook klein. Zeg maar, deze kan je dan weer vrij lang mee doen. En ik vond het wel een lekker fris kleurtje voor de zomer. Dan
Dan heb ik voor haar ook twee pyjamaatjes. Eén met korte mouwen, gewoon omdat ik hem heel leuk vond. En één met lange mouwen. En met korte mouwen zie ik nu dat ik in een 92 heb, wat ik gek vind. Maar die vind ik wel fantastisch. Dat is namelijk deze met Tweety. En daar zit dit broekje bij. Deze. Dus nou, ik moet even kijken hoe erg klein die is. Want als hij echt te klein is, dan nu al zeg maar een krappe kans is het een beetje zonde. Maar ik vond hem zo ontzettend leuk. En Sven en ik waren vroeger altijd fan van Tweety. Toen kenden we elkaar natuurlijk nog niet. Maar zeg maar, toen wij de Looney Tunes keken, toen kenden we elkaar nog niet. Maar blijkbaar was Tweety van ons allebei de lievelings. Dus dat, nou, zeker voor Sven natuurlijk een hele stoere optie. En ja, ze heeft een trui met deze kleuren en dat vindt ze helemaal fantastisch. Dus ik dacht, nou, dit vindt ze wel leuk. En ze heeft ook een Tweety knuffeltje, die ze overigens Milo noemt, maar dat maakt niet uit. Dan broekjes. Ik moet zeggen, eentje heeft ze er aan. Het is een setje van 3 en hier heb ik dan volgens mij 92 van. En van die andere 98. Ja, hier heb ik 92 van, maar deze vallen heel mooi lang. Dit is een setje van 3 leggings, maar dat heet... Nou, dit waren niet leggings. Dit had wel weer iets. Ik denk dat dit dan een jegging was. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dit zijn zeg maar leggings die een beetje een soort voeringje hebben. Dus deze zijn wat dikker. Dus lekker zeg maar voor het tussenweer. Wat je natuurlijk veel gaat hebben de komende tijd, denk ik. En omdat zij zinnelijk is, vind ik dit heel makkelijk. Want dit kan ze heel makkelijk zelf aan en uit doen. Dus spijkerbroekjes doe ik eigenlijk nu alleen maar aan de dagen dat ik er zelf bij ben. Naar de opvang vind ik dat dan niet handig, want dan duurt het te lang voordat ze het uit heeft. Want zeker bij de opvang zit ze vaak zo lekker in de spel dat ze dat vergeet. En ik roep gewoon heel vaak, joh, dan moet je nog even plassen. Of Niels gaat plassen en dan zeg ik, oh, Niels gaat plassen, wil jij ook even plassen? Of om een van de reden denkt ze er ook thuis vaker aan. Dus ja, ik vind dit een safe optie, zeker voor de opvang. En ze is gek op stippeltjes, dus ze vond dit helemaal prachtig. Ze wilde ze ook alleen maar aan. Ze heeft deze dus ook al aangehad. En hier zit dus nog een zwarte bij en die heeft ze nu aan. Gewoon een basic zwart lengtje, maar het is dus ja, het is... Ik weet niet of het op de camera overkomt, maar het is echt een heel lekker zacht stofje van binnen. En deze heb ik dus in maat 92 en die zitten prima bij haar qua lengte. En dan heb ik nog, waar zijn ze heen? Deze, dit is een setje van 3 waarvan ze de leukste nu aan heeft. Die heeft ook stippeltjes, maar dat is meer een soort luipaardprintje, zeg maar. Deze grijze, die heeft kattengezichtjes erop, grijs denkje. En dit is dus wel maat 98 en dit zijn echt van die dunne leggings. Dus die doe ik bijvoorbeeld graag met een oversized trui aan. En dan deze roze. En dan is er dus nog een beetje een cognackleurige met stipjes. Die heeft ze dan aan nu. Maar deze twee, heel fijn. En deze zijn dus ook super qua lengte. Maar even kijken of ik het kan laten zien. Laat ik even twee contrasterende kleuren. Hier zit flink wat lengteverschil in. Zoals je kunt zien. 98 zeg maar versus 92. Alleen deze zitten dan een beetje op de enkel. Maar dat vind ik dus bij deze broekjes wel heel leuk. En deze zitten rond haar middel gewoon heel goed. Want ja, zeg maar heel vaak zitten dingen dan te wijd rond haar middel. Want ik had hier ook een maat groter besteld. Maar dat was gewoon veel te flubberig. Zeker omdat ze nu ze zindelijk is, geen luier meer draagt. Dus al haar broeken zakken nu nog meer van haar billen dan dat ze al deden. En deze, ja, ik weet niet of dat overkomt. Maar deze zijn, moet ik even zo omdoen. Die zijn eigenlijk niet echt breder. Dan, op een van de redenen past het dus bij deze wel. En deze zijn dus wat langer, dus die komen nu gewoon helemaal tot beneden aan. Kruip nog een klein beetje, zeg maar, zit er nog een klein beetje ruimte ook om nog te groeien. Maar die zijn dus ja, in de breedte wel goed. Terwijl deze, dus juist weer breder, maar het is maar altijd een raadsel. Dus ja, ik bestel toch vaak 2 maten bij twijfel. En dat vind ik heel vervelend, dan moet er weer een deel terug. Maar ja, dat is natuurlijk het nadeel van online shoppen. Dan heb ik voor haar een jasje. En hier twijfel ik over, maar ik moet hem eventjes uit gaan pakken. Want ze had hem ook in zwart, maar die was er niet meer. Die was uitverkocht. En ik vond zwart wel heel leuk. Alleen, zowel Niels als Sven en ik hebben een zwart leren jasje. Dus dacht, het wordt wel heel erg... Wij vinden het al ongemakkelijk als, zeg maar, Niels, Sven en ik met z'n allen het zwarte leren jasje hebben. Dus dacht, als één dan ook nog, dan wordt het misschien een beetje veel. Maar ik vond bijvoorbeeld een parkaatje ook weer niet helemaal bij haar. En ik vond zo'n jasje wel heel cool. Dus ik heb een roze gedaan, maar ik dacht, het moet niet te poepig geworden, zeg maar. Even uitpakken. En deze was dan gewoon in maat 98. En wat ik ook een beetje lastig vind, want ik vind zwart wel makkelijk, omdat ze natuurlijk ook wel... Kijk, als ze zo'n broekje aan heeft en je doet dit dan mee in een
een zuurstok, zeg maar. Dus dat vond ik er een beetje lastig aan. Maar ik wilde gewoon even kijken hoe ik het vond. En ook zeg maar sowieso hoe ik een leerjasje bij haar vind staan. En dan nou, ga ik eventjes kijken. Want bij zo'n stippetjesbroekje kan het natuurlijk wel weer helemaal prima. Dus ik ga hem even laten zien. Ik wil er even een hartje in doen. Dat ziet er charmanter uit. Hij voelt wel heel lekker trouwens. Dit is hem. Haar ogen vind ik nog vrij kort. Ik vond het wel heel leuk met die padded accenten hier. En ik vind hem dus wel, ja, ik vind hem wel heel stoer. Alleen ik ben zo bang. Ze heeft best wel een paar rozere broekjes. Dat het dan zo'n zuurstokje wordt. Maar ja, aan de andere kant. Ze heeft ook een roze regenjasje. En dat is eigenlijk ook prima. Dus ik ga dit eventjes ook gewoon bij haar aantrekken. Ik vind hem wel echt heel leuk. En hij is gewoon ook niet te dun. Want ik dacht, het moet wel lekker tussenjasje zijn. Want ze heeft nu dus zo'n fluffy jas. En dat is heel leuk. Maar met dit weer denk je echt, ja oké, het is niet min 30 graden. Dus deze. En ja, ik merk dus dat ze zelf veel ja, meer hecht nu aan wat ze aankrijgt dan vroeger. Vroeger maakte het er allemaal niet uit. Maar nu is het, dan wil ze nog een clipje in. Dan wil ze zelf een clipje uitkiezen. Of dan wil ze haar juist los. Of dan wil ze de stippeltjes per se aan en echt niks anders. Of dan wil ze de regenboogtrui aan. Of nou, dus ze heeft nu best wel een mening. Dus ik dacht, ja, daar moet je toch een beetje meer rekening mee gaan houden. En ze houdt dus heel erg van stippeltjes en van regenbogen. Dus ik dacht, deze vindt ze misschien wel heel leuk. Want het heeft allemaal gekleurde stippeltjes. En ik vond het zelf wel leuk dat een pofmoutje heeft. En dit is zeg maar nog wel een trui. Maar dan wel gewoon echt van wat dunner materiaal. Dus ik dacht, dit is wel fijn. Want ja, vanwege corona staan natuurlijk nog best wel vaak de deuren en zo open. Dus ja, bij de opvang bijvoorbeeld. Dus dan is het wel lekker om een beetje iets behagelijks aan te hebben. Dit is trouwens een 9804. Hij oogt ook vrij groot. Ik vind hem groter ogen dan deze, eerlijk gezegd. Maar misschien ligt dat aan mij. Ja, zie je. Hij oogt echt wel groter. Nou, we gaan hem even bij haar aantrekken. En 9804 is natuurlijk voor 3-4 jaar, geloof ik. Oh, nee, 2 tot 4. Dus ze kan natuurlijk ook nog, bedoel, ze kan hier ook ingroeien. Maar ja, ik denk wel dat ze hem heel leuk vindt, eerlijk gezegd. Dus deze heb ik dan voor haar. Ze heeft een hoezel en pippie aan, waar ze helemaal gek op is. Maar die begint echt uit elkaar te vallen en te klein te worden. Heb ik ooit gekocht bij Kruidvat. Ja, die zullen ze niet meer hebben. En dan heb ik voor haar altijd de pyjama's van Veetje. En die zijn ook heel fijn. Maar die moet je bijvoorbeeld niet in de droger doen. Of tenminste, dat heb ik altijd geleerd. Dus dat doe ik dan niet. Ik weet niet hoe ze uitkomen als het wel gebeurt. Dus die geef ik ook nooit ergens mee naartoe. Want ja, als ze dan gewassen wordt, dan kun je ze zomaar verpesten. Maar die zijn natuurlijk ook best wel warm. Dus dat doe ik voor de wat koudere nachten. Maar de laatste tijd is het natuurlijk wat warmer. En ja, dan doe ik er gewoon eigenlijk zo en altijd zo'n woezel en pipiama aan. Die ze dus helemaal prachtig vindt. Maar die begint te klein en te ellendig te worden. Dus iets nieuws. En wat ik bij haar heb en eigenlijk ook bij Niels altijd heb gedaan. Is pyjama's en ondergoed mogen hysterisch. De rest koop ik gewoon. Ja, ik ben niet zo van hele grote, weet ik veel, plaatjes van de Ninjago op een trui. Hij heeft dan 1 Pikachu trui. Dat is dan ooit voor zijn verjaardag geweest. Maar dat is eigenlijk het enige wat er. Ja, verder hou ik wel redelijk van basics. En mag wel de kleur hebben en zo. Maar niet met allerlei wilde grote opdrukken en zo. Dat, ja, dus ik hou het altijd bij in bed en onder je kleren prima. En sokken en zo helemaal leuk. Maar de rest probeer ik een beetje. Maar goed, ik weet niet of dat bij Elin gaat lukken. Maar bij Niels gaat het prima. Weet je, die vindt dat ook allemaal mooi. En die wil ook graag op papa lijken. Dus die vindt het allemaal helemaal prachtig. Maar goed, dus in de categorie hysterisch hebben we wel een pyjama. Er was er ook een van Peppa Pig, maar die was niet meer in haar maat. Dus toen dacht ik, dan wordt het dit. My Little Pony, denk ik dat dit is. Ja, nou ja, kijk, weet je. Regenboog en deze poppetjes, paarddingen heeft ze ook. Ponies. Dus het leek me een soort win-win situatie. En dan is de broek is zowaar nog hysterischer. Dat is namelijk deze. En die is echt mega lang ook echt. Dat ik denk, oké, dit is dus 9804. Ik denk, ja, pyjama beter te groot dan te klein. En dat dacht ik dus bij die Tweety. Dat is dan natuurlijk wel korte mouwen. Dus dan heb je niet, want ze is natuurlijk wel heel dun. Dus het gaat even om hoe het bij haar buikje zeg maar zit. Maar qua armen en benen maakt het niet uit. Bij Niels heb ik ook altijd zijn korte pyjama's zijn ook maat kleiner dan zijn lange pyjama's. Omdat hij nou eenmaal het qua dunheid en zo kan hebben. Maar qua armen en benen niet. Nou goed, dus deze. Ja, ik denk dat ze dit helemaal fantastisch vindt. Dus nou ja, helemaal top. Dus dat is eigenlijk alles wat ik heb gekocht.
bij de H&M. Dus ik ga dat allemaal eventjes laten passen door de kids. Nou, die shirt weet ik al van Niels, maar ik ga het allemaal even laten passen. En dan ben ik benieuwd. Ook de hysterie over de pyjama's. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd waar jij graag shopt voor je kinderen. Ik ben dus heel erg van de H&M, de Zara en Next. Dat zijn eigenlijk de plekken waar ik meestal voor de kids wat koop. Soms via de Weekamp nog iets bij Wee of zo. Maar meestal, ja, Next. Ook vaak via Zalando trouwens. Next, H&M en Zara. Dat vind ik... Oh, en Hema natuurlijk. Hema, hè. Ja, dat vind ik, daar vind ik dat ze leuke kleertjes hebben. Hema is qua pasvorm met mijn hele lange dunne kinderen niet altijd even makkelijk. Ja, dat is net iets meer, ja, zoals ik dat noem, Hollands gloren. Dat is, Niels was vroeger best wel een bonkig babytje. Dan past dat heel goed. Maar ja, met dat lange dunne broeken en zo zit het toch vaak te wijd. Maar jurkjes bijvoorbeeld voor Eden heel vaak ook bij de Hema. Vind ik wat heel leuk. Ja, er zitten dus nu trouwens weinig jurkjes bij. En dat komt omdat ik er eigenlijk... Ja, laatst iemand, je kan er ook een legging onder doen. Maar dat had ik echt nog nooit zo bij stilgestaan. Dat ik het bij mezelf nooit zou doen. Maar ik doe dus nu geen jurkjes. Omdat het met plassen lastiger is. Met het zinnelijkheidsgebeuren. Want dan heeft ze een maillot en zo. Maar toen zei iemand, je kan ook een leggingje doen. Maar ik heb er laatst een jurkje aan gehad. En dan vergeet ze die dus aan de achterkant omhoog te doen. En dat is niet zo'n hit op het toilet. Want dan heb je dus een hele natte jurk aan de achterkant. En met een beetje pech. Meer dan alleen maar nat. Dus doen de jurkjes even een beetje met maten nu. Dat komt wel weer als ze er helemaal getraind in is. Want ze wil alles zelf doen. Dus bij Niels moest ik alles overal bij helpen. Maar Eden wil alles zelf doen. Dus ja, dan heb je toch wat meer kans op natte kleren. Dus moet je toch een beetje opletten. Ja, dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik ben heel benieuwd waar jij graag winkelt voor de kids. Vond je deze video leuk? Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik fantastisch vinden. En ik hoop je heel graag snel te zien bij een nieuwe video. Doeg!